Yo, beste kijkers! Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van het DW Fishing Team. En gisteren was ik een dagje aan het snoeken samen met Fons. Die video die staat online, dat is de vorige video als het goed is. Link staat in de beschrijving. En ik werd gisteravond geappt door Bas, een gozer uit de Achterhoek. Weer een gast in de video. En die vroeg, ja Daan, zou ik gewoon met de trein naar jou toe komen? Dan gaan we ook even een dagje snoeken. Dus ja toch, be my guest. En ik ga hem nu even ophalen met de fiets. En dan gaan we lekker snoeken van vandaag. Laat! Zo, we zijn onderweg naar Bas. Ondertussen met Bas aan het appen, hoe of wat. Hij is er over één halte, dus ja toch, lekker bezig. Kijk, prachtig, zonder handjes. Door rood. Ja, doet hij gewoon, hè. Ja hoor, daar heb je mooi. Ja hoor. Ewa! Yo, G. Hoe is het mee? Ja, lekker man, en jou? Ja, lange reis. Lange reis, 2 uur of 2,5 uur of zo, toch? Lekker man, nou spring achterop, we gaan fietsen. Haha, taxi's. Taxibedrijf Daniel, ja toch? Kijk, dat ziet er goed uit. En we zijn er hoor. Ja. De tocht zit erop. Het is tijd om te vissen! Wat gaan we doen? Ja, we gaan vissen toch meneer? Die jongen wel hè. Jij gaat ook vissen? Ja, die jongen helemaal gek op vissen, die collega. Ja? Ja, dan gaan we even aanspreken. Nou, dames en heren. Alle spullen zijn er klaar voor en Bas heeft ook gewoon zijn eigen fiets. Ja, ja toch? En we gaan even snoek vangen toch? Lekker! Nou, we deinzen nergens voor terug. Voor Bassie. Klimt gewoon even andermans tijd in om te snoeken. Heb je er al eentje, Bas? Werpen jij? Ja hoor, netjes man. Oké jongens, fucking ziek. We gaan hier overheen. Want tuintjes klimmen. En wat is er? Een gezwel. Ah, ze darmen eruit hangen. Kijk, hallo, hier zijn we in iemands achtertuin. Maar Bas, die hebt er een. Nou, hoe lang zijn we bezig? Ja, ik ga gewoon die achtertuin nemen. Het hangt er ook gewoon uit. Wat hangt eruit dan? Oh, zijn darmen hangen eruit of zo. Ah, nee. Oh nee, hij is eraf. Waar is die? Fuck. Waar is die nou? Wat heb je nou gedaan? Drama. Hij staat tenminste wel op film. Kut. Maar kut. Maar wat de fuck, zijn darmen hier weer uit? Ja, zag je dat? Ja. Zo, en nadat ik er eentje heb gelost, hij gooit even een keer in hoor. Hoeveel minuten zijn we verder? 5, nog niet eens. Kijk die hemel, krom. Zo. Echt een mini hemeltje, jongen. Kan je het schepnetje even aangeven? Het stijgen is een beetje vervelend. Op de camera wel. We zijn nog geen 5 minuten verder. Oké, kan jij hem even scheppen? Ik zal hem scheppen. Jongens, we hebben eigenlijk een heel zielig netje. Maar dat is even voor bij de stijgers en zo. Heb je hem? Ja. Ja hoor. Kijk eens even. Hij zit erin. Nou, leuk snoekje toch? Dames en heren. Moment van de waarheid. Snoekje nummer 1. Echt super snel achter elkaar hè. En hij is... 69. 69 centimeter. Kijk eens jongens, kielgreepie. Hoppakee, hand erin. Hij weer mooi. Ja, heb je deze? Fotootje. Maak er maar gelijk camera klaar blijven. Zo. Ja, mooie foto's? Ja. Oké, nou jongens, dat kan niet terug. Niet bang zijn voor die snoek. Gewoon goed in de kiel geef. Dan kan die jou ook niks doen. Kijk. Zo, die is er snel vandoor. Staan we dan hoor. In de achtertuin van Wildvrienden. En daar heb je hem, Bas. Lekker man! Zo Daniel, wat gaan we doen? Ik ga gek doen. Mensen praten al daarachter. Ja. We gaan dus iemand zijn trein op. Zo te zien, daar allemaal. Nou, kijk, het water stopt hier, daar heb je waterpootje af. Dan stoot hier achter. Er schijnen mooie snoepjes. Ja. Dus, ja, joh, je moet er wat voor over hebben. Hier, hek ook.
En zo doen we dat. Hier die camera. Ja, die camera. Netjes. Ja, geef die hem maar. Hoi. Nee, ik ken dit wel. Het enige probleem is dat die vent kan komen. En ik hoop niet dat die vent komt. Lekker mine. Hoi, get the stuff. Oeh. Ja hoor. We zijn aan het vissen. En daar komt de eigenaar. Kijk, even lachen. Hij vindt het wel goed. Ha. Chill. Ja, ja. Gaat nou, Bas stond even verderop uit te gooien. Hè? En ja, we hebben de drill dus niet gefilmd. Maar het is een heel kleintje. Ik kijk er gewoon zo uit. Ja hoor, kijk. Wat een beestje. Oh, rustig maar, rustig maar. Rustig maar. Kijk eens even. Q-greepje. Dat kan bijna niet. Zo'n klein bekje heeft hij. Kijk dan. Ja, fucking vet. Netjes. Hè? Klein stoekje. Op het baasje alweer. Alweer op het baasje. Zal ik gewoon met mijn vingers proberen? Ik schreef de tang heel even. Ik, ja. Fucking vet stoekje, helemaal onbeschadigd. Hey, nice. Alsjeblieft. Kom er eens even uit. Ook een ziek goede tang. Ja, handig. Deze kant is eruit. Hij is eruit. Hoppa. Kijk eens even. Fucking fijn. Wil je nog een fotootje maken? Ja, natuurlijk maken we een fotootje. Okay. Oh, doe maar met jouw telefoon, want die voor mij is leeg. Super fijn, jongens. Nou, we gaan hem niet meten. Het is een mooi snoekje. Ah! Kijk die tandjes. Super klein beestje, hè? We zijn nog niet eens op de helft. Nee, man. We zijn echt pas een paar stekkies. En gelijk weer snoeken. Fotootje maken. Nou, dames en heren, onze lief kleine vriend. Hij mag weer gaan zwemmen. Ik denk dat hij er gelijk vandoor gaat. Super klein snoepje, weer op het baasje. En kijk eens even, daar is hij hoor. Even op adem komen. Kijk, daar gaat hij hoor. Kijk je dit? Ja hoor, oh, die beesten hebben heel die stijger ondergescheten. Legt die Bas zijn hele tas erin, man. Ai, 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 ai. Nou, dames en heren, van al dat vissen word je ook wel hongerig. Dus proost. Ja, proost. Even lekker lunchen. Nou, s'nachts is het gewoon 4 graden of zo. Het is 12 november. En deze twee ganzen lopen gewoon nog met de baby's rond. Ja, toch? We zijn dus even naar de zijkant van het water gegaan. Daar is het gebouw. En dan kom je weer in. En er klapte iets op. Ik zag een witte vlis. Geen hardklap, dus misschien een baardje of een kleine snoep. Ja. Toch leuk om te filmen, hè? Misschien ook weer. Kijk, een mooie baas van beet. Zo, ik ben echt benieuwd, hè? Ja, ik ben benieuwd wat het was. Ja, maar ik doe even langs de steen voor je. Kijk, perfect. Als hij hem nog gaat pakken, hè? Het kan ook zijn dat hij zegt van, kijk maar. Ja, dat hij de haak gevoeld heeft. Fuck it, we gaan gewoon weer vissen. Precies. En ja hoor. Camera staat net uit. En meneer gooit hem één keer uit. En gelijk een dikke snoek, jongen. Kijk dan. Kromme hengels. Zo, oh, hij gaat uit zitten. Hier, pak de camera, pak de camera. Ik ga hem scheppen. Kom. Ja hoor. Best wel flink hoor. Lekker. Rustig. Lekker man. Naar boven lopen. Ja, normaal gesproken doen we wel de Q-greep toch mensen. Maar ja, het is zo'n steile kant hier dat we even een speciaal snoepnetje gebruiken. Hij is al aan de haak. Hier. Kom, we gaan even hierheen. Ja, zullen we rijden? Mag, pak ik de camera en dan mag jij het net hebben. Dankjewel. Hebben we hier een matje? Hey, ja, hij is al los. Hier. Even een mooi matje erbij, jongens. Kijk naar die oude littekens. Hij is nog een beetje druk. Kijk al die oude littekens dan. Zo. Fucking ziek. Wat een beest, jongen. Hij heeft een mooie buik. Mooi buik. Netje halen we even weg. Oké, wil je meten? Ja. Lekker, man.
Ik ga even uitzoomen. Ja. Je hebt lang de kielgreep niet gedaan, hè? Nee. Hoe lang is die? 62. Iets langer. Kijk eens even. Ja, toch? Netjes, man. Draai maar even om. Lang de kielgreep niet gedaan, maar je kan het. Oké, vingers. Rustig de kiel in. Netjes. Doorschrijven. Lekker, man. Kijk dan. Wat een vis. Echt een mooie, hoor. Zullen we even omdraaien dat je hier gaat zitten en heb je water op de achtergrond? Misschien leuker voor de foto. Ja hoor, oké, even lachen. Even een fotootje maken. Nice, nog een keer even naar de camera kijken en lachen. Ja hoor, netjes. Nou, hij kan terug. Mooie foto's. Niet te lang op de kant, mensen. Er zijn alle mensen hier in de auto waar we gaan kijken. Kijk. En dan blijf je hier gewoon lekker onder het riet liggen. Hij denkt, ik vind het wel mooi. Ja, mooi zo. Maar hij is tenminste terug in het water. Hij ademt weer. Hij zwemt weer. Tik hem aan! Lekker man! Inmiddels is het hier niks. Maar aan de overkant, even inzoomen, staat een hek voor die koker. Daar kunnen we niet bij gooien. Dus ja, weet je, wie niet wagen, wie niet wint, we gaan gewoon lekker over het hek in klimmen. En ik weet van vroeger dat die mensen uit de flat fucking boos gaan worden. Maar ja, je moet gewoon proberen, toch? Lekker man, dan kan je wel. En waarom ze hier een hek neerzetten? Kijk, het is alleen maar een klein stukje gras. Ik snap niet waarom we dat zou moeten bewaken. Gaat die lekker, man? Ja, ik zit vast. Oh, moet ik helpen? Waar zit je vast? Ja. Bij je schoen? Nee, we hebben een broek. Waar zit hij vast? Ook op mijn schoen. Ja, je veten, je veten. Kijk maar, hier. Dit is de camera. Hier is mijn helm. Oh, dankjewel. Nice. Dan hebben we, dames en heren, helaas op deze plek ook geen snoep, maar we gaan door naar de volgende. Ja toch? Kunnen we terug? Haha! Netjes. Jongens, de bus van Bas komt eraan. Het was een leuke aflevering, leuk dat jullie gekeken hebben. En ja, ik zou zeggen, abonneer voor meer. Vond je nou een leuke video? Duimpje omhoog. En Bas? Tot de volgende keer. Tik hem aan. Tot de volgende keer, man. Was een geslaagde dag. Ja, maar een mooie vis is gevangen. Ja toch? Jij even speelt, één gevangen. Ik twee gevangen, we mogen niet klagen. Oh. We zijn net op tijd voor de bus, hè? Kijk, daar komt hij hoor. Lekker man. Deze gaat naar het station. Ja man, deze gaat naar het station. Een paar auto's naar bedden. Tot de volgende keer, ja? Hey, laatst, ik ga je zien. Zo, lekker druk. Doei! Tot de volgende keer!